En bij ons in de studio, fijn volk. Niels de Stadsbader, goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals, en nu officieel en in tekst enzovoort. In gezelschap van Miguel Wils, die er ook bij is. Hey Miguel. Hey, alles goed? Okay. Het gaat ook ongelooflijk goed, Niels. Het is niet normaal wat er allemaal aan het gebeuren is. Ja, het is een serieuze rollercoaster, maar het is ongelooflijk. Ja, een paar jaar geleden ging het al goed. Maar nu is het echt gewoon niet meer normaal. Hè. Je bent echt gewoon op zoveel vlakken de absolute nummer 1 in Vlaanderen op dit moment. Ja, het is, je kunt bijna niet geloven. Met nu ook 7 nominaties voor de Mia's en die Sportpaleis. Het is, soms kan ik het allemaal niet geloven. Zo. Maar ik denk dat dat net hetgeen is wat het zo bijzonder maakt. Ja, dit zijn zo echt jaren, dat moet je echt ook keihard beseffen. Dat is zo wat Koen Wouters ook ooit meegemaakt heeft. Als hij daarop terugkijkt, dan zegt hij, zottigheid wat ik heb meegemaakt in die periode. Absoluut. Ja. Hoe zit het met die Sportpaleizen? Ja, goed. Hè. We gaan er volgend jaar weer 2 doen. 6 en 7 december. En er zijn intussen nu al meer dan 18.000 tickets verkocht. Nu al. En we zijn meer dan een jaar op voorhand. Dus dat is waanzin gewoon. Dat is echt super. Ja. Super. Dat kunnen misschien nog meer dan 2 worden als het zo verder gaat. Maar stiekem. You never know. We zullen zien. Wacht. Er is een nieuwe single ook uit. Die ga je brengen zo meteen. Het is ook een speciaal verhaal wat erbij hoort. Hè? Ja. Enkele jaren geleden wilde mijn broer heel graag kinderen krijgen. Dat ging heel moeilijk. Is ook onderweg eens fout gegaan. En ik heb in die periode daar een nummer over geschreven. En er is zoveel reactie op gekomen. Dat we er een single hebben van gemaakt. En intussen heb ik een samenwerking aangegaan met Boven de Wolken. Dat is een organisatie die eigenlijk foto's maakt van kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Ongelooflijk mooi om te zien, maar allemaal op vrijwillige basis. En ik, ja, doordat die mij hadden aangesproken, wilde ik daar iets voor doen. En wat gaan we nu doen? Als jij denkt aan Boven de Wolken, Sven, wat denkt je dan? Wat denk ik aan Boven de Wolken? Hoog? Vliegtuigen? Luchtballon. De luchtballon. Luchtballon. Dus ik dacht, hoe cool zou het zijn, moesten we nu eens een exclusief concertje geven in een luchtballon. Wow. Voor 2 mensen. Wow. En we gaan mensen daarop laten bieden. En diegene die het meest geeft, wel, daar gaan we mee de lucht in. En allemaal voor Boven de Wolken. En waar zit je nu eigenlijk met het bedrag al op dit moment? We hebben het gisteravond aangekondigd. We zitten nu aan €2.150. Nu al. Dat is mooi. En je kan nog bieden tot volgende week vrijdag. En als je wilt weten welke site het is. Mijn vriend Miguel Wils, die is zo ex-IT'er. Die kent er alles van. Dus ik vroeg aan hem, kende jij zo'n site? En het is geworden tweedehands.be. Hola! Ja, maar het is echt geen mop. Tweedehands.be, daar moeten mensen zijn. Toch? Jij op dit moment toch wel eerstehands site, hè? Allee, ik bedoel, dus, ja, maar het was Miguel Wils zijn idee natuurlijk. Ja, dat is derdehands. Maar wel sympathiek. Tweedehands.be, dat kan je bieden als je meer dan 2150 op dit moment. Yes. Aan voor een fantastisch goed doel. En dan ja, zo echt een super privé concertje. Ja, in de luchtballon. Ik heb het zelf ook nog niet gedaan. Je bent er ook nog nooit in geweest. Ik heb dus cadeau gekregen. Ik heb nog altijd niet durven opnemen. Voilà. Die cadeau. Hij is super. Ja, op het eind van de week komt je cd ook nog eens uit in een speciale versie. Hè? Klopt, ja. Dus we gaan eigenlijk, als je vanaf dan naar de winkel gaat, kan je eigenlijk voor evenveel geld niet alleen de cd kopen, maar in die cd zit ook de dvd van de beste momenten in het Sportpaleis. Oh, tof. Ja, ook heel tof voor mij. Dan kan ik het nog eens herbeleven. En gaat de mensen dan misschien ook wel willen. Dan kun je het gewoon weer een beetje voorbereiden op volgend jaar. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Het zal wel zijn. Zeg je de Mia's? Hoeveel van de 7? Gokje? Ja, en Miguel Wils is altijd heel pessimistisch. 2, zegt hij. 2! Mickey zegt 1 of 2. 1 of 2? Ja, maar ik ben iets ambitieuzer. ik mag dat niet zeggen van hem, maar ik hoop zeker de helft. Zeker de helft? Het zou zomaar eens kunnen in deze periode. Ah nee, je ziet, Miguel zegt, nee, niet doen. Maar mensen kunnen nog stemmen, hè, voor de Mia's. Het zou heel tof zijn. Ja, wel, want 7 keer genomineerd zijn is de max, maar als je er dan... Ja, in enkele wint, dat is het helemaal triestig. En je gaat hem brengen zometeen. De single, titel van de single is... Vlinders in haar buik. Vlinders in haar buik. En die komt eraan over een paar minuutjes. Fijn dat je er bent, deze. Dankjewel, Sven. Dankjewel.